André van Nijkerken maakt zijn rentree in de politiek in Winterswijk. Niet bij zijn Winterswijks belang, maar met Morgen, een nieuwe partij. Wij willen proberen een brugfunctie te slaan tussen al die ruziënde partijen in de raad, die alleen maar allemaal voor hun eigen standpuntjes en belangen opkomen. En we moeten samen de puzzel gaan leggen. En laten we dat nou eens met respect voor elkaar doen en kijken hoe ver we kunnen komen. Zo heeft Van Nijkerken met verbazing gekeken naar de discussie over het bedrijventerrein aan de Misterweg. Iets wat in zijn ogen nooit had mogen gebeuren. Daar heeft de familie Klumper een weiland, hebben daar een stuk grond in bezit. Nou, die hebben in de krant moeten lezen dat hun grond was aangewezen als toekomstig bedrijventerrein. Nou ja, weet je, over de betrokkenenparagraaf gesproken, die is dus kennelijk overgeslagen. De oud-wethouder bekritiseert niet alleen het beoogde bedrijventerrein, maar ook de bouw van het nieuwe distributiecentrum van Obelink vlakbij het ziekenhuis. Maar je kunt je wel afvragen waarom een distributiecentrum nou hier in Nationaal Landschap Winterswijk moet staan. Dat had ook langs de A18 gekund, hè? Dat is veel logischer misschien, of op de Laarberg. Er komen zo meteen vrachtwagens van heinde en verre, die gaan het hier volpakken. Dan komen de andere vrachtwagens van heinde en verre, die komen de spullen ophalen en dat is het. Waarom moet dat hier? In Winterswijk zijn de reacties gemengd op de komst van de nieuwe politieke partij. Alles beter als wat er nu is. Heb je niet genoeg partijen? Waarom moest je nog een nieuwe hebben? Het buitengebied is zo'n belangrijk item, dus ik kan me voorstellen dat een heleboel buurtbewoners, Winterswijkers, ook zeker oud-Winterswijkers, heel veel belang daarbij hebben dat intact blijft. Vooral. Ja. We hoeven niet per se, dat is echt serieus zo, wij hoeven niet per se de grootste te zijn. We willen echt meepraten.